En nou u toch aan het klappen bent, doet u dat dan ook voor onze derde spreker, Gerry Dietvorst. Bedankt. Hè. Ik hoop ook dat wij elkaar mogen tutoyeren. Jazeker. En iedereen mag straks ook Gerry zeggen. Ja. Ja, allereerst ook maar even dan. Want we hebben net een oud student van je gehoord. Twee zelfs, ja. Zo jong en al zoveel van pensioen weten, hè? Ja. En dat terwijl ze nog 40 jaar moeten werken. Nee, precies. Ze hebben nog even voor de boeg. Dus ik kan er ook even vooruit. Er is ook een hoop te doen. En tegelijk kan ik me dus ook maar weer voorstellen dat jij vanuit jouw kennis ook weer denkt... Oh, maar dat klopt er niet helemaal. Of heeft het jouw volledige academische zegen, wat we zojuist hebben gehoord? Nou, er zijn natuurlijk een aantal onderwerpen aan de orde geweest. En je hoort natuurlijk, pensioen is emotie natuurlijk, ja. Hè, dat hoor je nu ook weer. Maar bijvoorbeeld ook die laatste suggestie, hè, om de uitkeringen samen te brengen, om zo... Michael zei, het is een waardevol idee om het mee te nemen, om het verder uit te werken. Ik sta aan de lamp te kijken. Ja. Om het verder uit te werken. Dat zijn hele belangrijke dingen om mee te nemen in de discussie. En je kunt natuurlijk niet zeggen, we doen het of we doen het niet. Nee. Het is zijn voor- en zijn nadelen. En dat soort dingen. Uit deze bijeenkomsten komen nieuwe ideeën. Ja. Bijvoorbeeld ook Michael die noemde het pensioenregister, mijnpensioenoverzicht.nl. Toen we hiermee begonnen, en hij is in feite, ik wil niet zeggen de uitvinder, maar hij heeft het op de kaart gezet. En we hebben dat uitgewerkt en heel Nederland zei, en de pensioenfondsen zeiden, je bent gek, het is veel te duur, het gaat nooit gebeuren. Maar het gebeurde wel, en wat gebeurt er nu in Europa? De Europese Commissie zegt, we moeten zoiets in heel Europa doen. Ja, dus die nieuwe ideeën, dat innovatie om het beter, om het gemakkelijker te maken voor de mensen, heeft mijn volledige zegen. Dus laat die ook blijken vanavond. En tot slot, wat ga jij in jouw verhaal, hoe sluit ik aan op wat we net al hebben gehoord? Ja, Bastiaan die zei net al van, ik gooi er me maar in. De jackpot generation. En nou, daar ga ik zo dadelijk mee beginnen. En dan vooral ook kijken, welke keuzemogelijkheden hebben we allemaal. Ja, diegene, het grootste gedeelte van de aanwezigen hier, die zitten tussen de 50 en de 60, bleek er straks. Hè. Welke keuzes kunnen we maken? Ja. Maar vooral die jackpot generation, en toen we in de voorbereiding voor vanavond zaten, een paar weken geleden, net, toen kwam dat woord. Ik zei, eigenlijk de babyboom generatie is eigenlijk wel de jackpot generation. En toen zei ze, ja, dan moet jij dat maar uit gaan leggen daar ook. En het heeft in de Opinion Brabants Dagblad, en in heel Nederland heeft het veel reacties teweeg gebracht. Nou, daar wil ik even uit gaan leggen hoe ik erover denk en hoe ik tot die gedachte gekomen ben. En dan vervolgens gaan we kijken van, ja, en nu staan we met het pensioen in zicht. En wat moet ik doen? Want ze zeiden, jij bent ervaringsdeskundige. Ik ben nu zo'n beetje ervaringsdeskundige. Een aantal van jullie die zijn dat al langer, dat weet ik. Maar nou ja, dat is mijn verhaal. Dus, we zijn heel benieuwd. Wat kun je dus allemaal kiezen? Dat is eigenlijk het verhaal. Dan begin ik toch eerst even met die jackpot generation. Ja. De jackpot generation, hoe kom ik daar eigenlijk bij? Daar heb ik heel veel emotionele reacties op gekregen. Nu moet ik zeggen, als ik dat dadelijk uit ga leggen, dat geldt natuurlijk niet alle punten voor iedereen. Ja, er zijn een aantal van u die zullen zeggen, ja, dat is op mij van toepassing. Andere dingen zullen zeggen, ja, dat is niet op mij van toepassing. Dit zijn algemene tendensen voor heel de generatie. Ja, voor de babyboom generatie, laten we zeggen, geboren... 1945, 1956, 1957, zo'n beetje die. Of 1960 voor mijn part. En als je dan goed gaat kijken, dan hebben wij in een tijd gewerkt die naar mijn idee nooit meer terugkomt. En die er nog nooit is geweest. Want 100, 150 jaar geleden, toen de eerste pensioenregelingen kwamen in Duitsland, die werden door Bismarck ingevoerd, toen kreeg iedereen op 65-jarige leeftijd en zei, het is goed om die een ouderdomspensioen te geven. Dat was gemakkelijk gezegd, want bijna niemand haalde de 65. Ja? En vervolgens, als hij dan de 65 haalde, nou, dan was het vlug gebeurd. Ja? En wat Bastiaan daarnet zei, ja, één van de punten is, we leven langer dan dat we ooit hebben gedacht. Het is een historische prestatie van formaat dat wij, zoals we hier zitten, onze generatie, die leeft langer dan ooit. En we doen alsof het een probleem is. Nee, we moeten de dingen daarop aanpassen. De zorg moeten we erop aanpassen en de pensioenen moeten we erop aanpassen. Dus het is geen ramp. Alleen hoorde ik van de week bij McDonald's is het een probleem. Want er zijn meer ouderen en ze hebben last van hangouderen daar. Maar ja, dat is een ander probleem. En die tijd, want al deze punten die hier staan, onze kinderen, die zullen dit nooit meer allemaal krijgen. Die zullen het met veel minder moeten doen, veel soberder, anders moet ik zeggen. Wij hebben in een periode gewerkt, een vaste dienstbetrekking.
meer ZZP'ers, hoorden we net van Michael. Hybride werknemer, tijdje ZZP'er, tijdje werknemer, gemengd. We hebben een vaste dienstbetrekking gehad met een pensioenregeling. In het gunstige geval met 40 jaar een goede pensioenregeling. Ik zal zo dadelijk een paar pensioenregelingen laten zien. Zijn niet allemaal even goed. Maar goed, met FUT, met prepensioen. We hebben nog meegemaakt dat we op 58-jarige leeftijd met FUT of pre-FUT gingen. Ja, terwijl het nu 67 is. Nou, Frankrijk gaat uiteindelijk ook omhoog. Goed. Met goede sociale wetgeving, met ontslagbescherming. Ja, we hebben economische groei meegemaakt met hoge beurskoersen. Ja, het was net al aan de orde. Lubbers, wie zei het net? Lubbers in de jaren 90, hè? Die zag die vette pensioenpotten met hoge rendementen, hoge beurskoersen. En wat is er eigenlijk toen gebeurd? Even een zijstapje maken. Want dat is naar mijn idee een klein beetje ook, ik wil niet zeggen de oorzaak, daar ligt een link met de huidige problematiek. De rendementen bij de pensioenfondsen, die waren toen 10%, 15%, 20%, af en toe nog wel hoger. En Lubbers, die zag toen 600 miljard gulden was het toen nog, 600 miljard gulden, die zag die vette pensioenfondsen. En die dacht van, weet je wat, als die nou te vet worden, als die een dekkingsgraad hebben van boven de 115%, zijn ze veel te vet. Dan gaan we die afromen. En toen is er begin jaren 90 een wetsvoorstel ingediend, wetsvoorstel vermogensoverschot op pensioenfondsen. Zodra ze boven de 115% dekkingsgraad zouden komen, zou er met 25% bijzondere heffing zou het afgeroomd worden. En wat zeiden toen de pensioenfondsen? Die zeiden, nou, in plaats van belasting betalen, gaan we een paar jaar premievakantie instellen. De werkgever hoeft dan een paar jaar geen premie te betalen. Dat kwam in de loonruimte enzovoort. En er waren zelfs pensioenfondsen, die waren zo vet, dat er geld is terugbetaald aan de werkgevers. Het kwam terug in de winst voor de aandeelhouders, voor de loonruimte. En dat zijn we dan eigenlijk wel vergeten. Want in die tijd is er te weinig premie betaald. Maar goed, dat is eigenlijk, en als dat wetsvoorstel er niet had gelegen, en dat is pas 3 jaar geleden ingetrokken, dat hing altijd een beetje boven die pensioenfondsen, ja, als een donkere wolk. Als dat niet was geweest, dan denk ik dat de pensioenfondsen veel vetter waren geweest en veel beter bestand waren geweest tegen. Weet ik niet, maar zo'n vermoeden heb ik. Even kijken. Nou. Wat onze generatie ook heeft kunnen doen, 30 jaar lang hypotheekrenteaftrek. En de hypotheek op het einde van de rit aflossen met een hypotheekpolis, met een verzekering. 30 jaar hypotheekrente aftrek en 30 jaar lang belastingvrij sparen in een polis. Schitterend natuurlijk. Ik heb er ook gebruik van gemaakt. Nou, kan niet meer, want de jeugd van tegenwoordig, nieuw huis kopen, annuitair aflossen. Kom ik ze dadelijk even op terug. Fiscaal vriendelijk aflossen en dan geldt natuurlijk ook niet voor iedereen. Na de Tweede Wereldoorlog relatief kleine gezinnen met veelal grote, relatief grote nalatenschappen. Dat is het jackpot, en dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen, nogmaals, geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar wat wel voor iedereen geldt, en oud-collega's van mij van Interpolis, die zullen dit herkennen, want als ik het over pensioenplanning heb, dan gaat het in feite al jarenlang zeggen, het gaat over een paar hele simpele vragen. Wat wil ik? Wat heb ik? En wat kom ik eventueel tekort? Dat is alles. Maar als je dat in gaat vullen, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Dit zijn de 3 basisvragen. En dan, als ik tekort kom, wat kan ik daaraan doen? Dat geldt voor iedereen. Hier krijgen we weer de schijf van 5 terug. En ik wil nog even één dingetje eruit pakken. Het doorwerken. Het doorwerken na 65. Ik heb altijd gezegd op de eerste plaats, langzaam met pensioen gaan. En Michael heeft dat eigenlijk al genoemd, hè. Langzaam met pensioen gaan, dat heeft de toekomst. Niet tot 65 of tot 67, 6 dagen in de week werken en dan ineens stoppen. Kom je thuis en zeg je vrouw ook, wat kom je nou ineens doen? Nou, dat is ook problematisch. Misschien herkent iemand dat dan ineens 7 dagen in de week bij elkaar. Herkenbaar? Juist. En dan beginnen de mannen zich met van alles en nog wat te bemoeien. Ga je nou je moeder alweer bellen of wie heb je nou weer gebeld? Of goed. Dus daarom is het ook goed om langzaam met pensioen te gaan. Op 64 jaar geleden, of een 63 jaar geleden, gaat 4 dagen werken. Gaat 3 dagen werken. Langzaam afbouwen. Ik heb een paar maanden geleden mijn eerste pensioenuitkering gehad na 39 jaar Interpolis Achmea. En nu werken nog 1,5 dag, 2 dagen voor de universiteit. Af en toe wil ik wel eens wat meer zeggen, maar in ieder geval langzaam ga je dan afbouwen. En volgend jaar 65, ja dan
Ja, dan is het ook einde oefening hier, dan ga je er ook uit. Maar ik heb ook altijd gezegd, doorwerken, of als je na je 62 nog werkt, dan kijken de mensen je wel eens aan van, wat ben je toch eigenlijk een loser? Moet jij nog werken, zeggen ze dan? Nee, langs de andere kant, werken is leuk. En vooral ook doorwerken na 65, dat is stoer. Doorwerken na 65, gewoon mee blijven doen met de maatschappij. En er zijn natuurlijk mensen, al dan niet in dezelfde baan natuurlijk, hè. Een paar maanden geleden had ik wat schade met de auto. Die moest ik ophalen bij het autoschadeherstelbedrijf. Stond aan de balie en er stond een leeftijdsgenoot. Die stond er ook met een tasje en raakte aan de praat. En wat deed hij? Hij was met pensioen. Maar een paar dagen in de week werkte hij niet voor dat bedrijf. En dan ging hij auto's ophalen en wegbrengen enzovoort. Ik heb toch alle tijd. Ik krijg graag auto. Ik sta graag in de file. Hè. Ik krijg graag auto en ik heb alle tijd. Nou, dat kan natuurlijk ook. Nou, doorwerken naar 5, en dat hoop ik dan volgend jaar met deze jonge mannen natuurlijk. Hè, zo hou je elkaar scherp hè, om dat nog een paar jaar te blijven doen. En toen we een paar jaar geleden over de pensioenpijlers hadden, want degenen die mij langer kennen, weten, ik ben in 94 ben ik gepromoveerd op het proefschrift de drie pijlers van toekomstvoorzieningen en fiscaliteit. Ja, en toen hadden we nog over AOW. Aanvullend pensioen en lijfrente. En inmiddels is daar eigen woning en het doorwerken is erbij gekomen. Toen zei Maarten, ja, 5 pensioenpijlers, dat bekt niet lekker. En toen heeft hij de schijf van 5 ontwikkeld. Dus net iets anders. Nu gaan we even naar wat gaat er allemaal gebeuren bij ons. Want met de AOW, ja, we zijn er een beetje mee opgegroeid. Hè, dat we vanaf 65-jarige leeftijd krijgen we een AOW-uitkering. Man en vrouw, allebei apart, een zelfstandige uitkeringen, nu allebei 9000 euro. En als je een jongere partner hebt, die geen inkomen heeft of weinig inkomen, dan krijg je een AOW-toeslag van 9000. En nu horen we elke week op de radio of op de televisie, weet u wel, de AOW-toeslag gaat vervallen in 2015. Dat is niet nieuw, dat is in 1990 of 1995 is dat al in de wet vastgelegd, dat die vervalt. Ik zal u zo dadelijk laten zien wat dat betekent. Vooral als je een jongere partner hebt, dan kost het geld. Sowieso is die al duur natuurlijk, maar dan toch. Die vervalt 2015. Ja, toch? Ja. Er zei eens een keer iemand tegen mij, wat het is een keer ergens over, ik zei, die partnertoeslag gaat vervallen, toen legde ik het uit. En joh, zei die, ja, ik heb een 10 jaar jongere partner en... Ja, ik zei, dat kost je dan 10 jaar, dus 9000 euro per jaar, dat kost je veel geld. Dan zei iemand anders die erbij stond, ja, maar nu moet je niet mopperen, je hebt je leven lang plezier gehad ervan. Goed, vertel het me door. Goed, de ingangsleeftijd van de AOW die is voor iedereen eigenlijk verschillend. En die gaat stapsgewijs omhoog. Wat zeker is, je gaat eerst naar 67 en dan wordt die later nog, afhankelijk van de levensverwachting, gaat hij nog omhoog. En nou blijkt ook wel, iedereen die weet dat wel een beetje, maar uit onderzoek, wat deze week was al gepubliceerd, hè? Onderzoek blijkt nou dat als je mensen gaat vragen, weet je wanneer het ingaat, iedereen die schat het wel in, maar iedereen schat het voor zichzelf een stuk voordeliger in. Ga zelf eens een keer, of laat gewoon je kinderen eens een keer, ga naar de sociale verzekeringsbank, naar de website en dan vul je geboortedatum in en dan krijg je dus te zien wanneer jouw AOW ingaat. Voor mij gaat hij in 65 jaar en 3 maanden. Mijn vrouw die moet iets langer wachten. Iets jonger. Goed. En wat zien we dan ook? En dat heeft Bastiaan ook al laten zien. De AOW-ingangsleeftijd en de pensioenleeftijd van een aanvullend pensioen is niet altijd gelijk. Of bijna nooit gelijk eigenlijk. Per definitie is het niet gelijk. Ja, en als daar 1 maand verschil tussen zit, ach, maar als daar een jaar tussen zit, dan is dat natuurlijk wel vervelend. Nou is de vraag, hoe kun je dat, wat kun je daaraan doen? Nou, daar gaan we zo dadelijk kijken. Ik heb even een paar voorbeelden. Ik heb hier Jan en Gerda. Ik heb ze allebei op 31 van de maand laat ik ze verjaren. En waarom? En ik realiseer me nu dat ik net 1 puntje vergeten ben. Want waarom laat ik ze op de 31ste van de maand... Oh, ik heb het hier niet bij staan. Ja, 31ste van de maand verjaren... Omdat het tot nu toe zo was, tot vorig jaar, dat de AOW, al vanaf 1956 gaat die in, het begin van de maand waarin je 65 wordt. Was gemakkelijk, toen was er nog geen computers in de tijd, jongens, gemakkelijk administratief eerste van de maand.
Toen zeiden ze, als we dat straks wel beter kunnen handelen, dan moeten we dat aanpassen. Nou, wat gebeurt er nu? Hij gaat niet in op de eerste van de maand, maar op de verjaardag zelf. Nou, als je een nette pech hebt, dat je de laatste dag van de maand verjaart, ja, dan mis je dus eigenlijk vergeleken met een paar jaar geleden een maand AOW-uitkering. Hier heb ik een voorbeeld. Jan heeft een inkomen, arbeidsinkomen van 40.000 euro. Gerda Nihil. Waarom heb ik dat gedaan? Om dan te laten zien dat die AOW-toeslag, hè, die krijgt Jan niet. AOW van Jan die gaat in op 66 jaar en 9 maanden. 9.000 euro afgerond. En van zijn pensioenfonds gaat zijn pensioen in op 65 jaar en is het 20.300. Nou, als je gaat rekenen, denk je, nou, dat is een behoorlijk pensioen. Dat is zeker een behoorlijk aanvullend pensioen. Hier ben ik ervan uitgegaan dat hij 40 jaar lang in een goede pensioenregeling zat. Dit is optimaal, zou je kunnen zeggen. En dat betekent dat hij een uitkering krijgt, allebei elkaar van 29.300. Het loopt nog niet helemaal parallel. 29.300 is meer dan 70% van zijn laatstgenoten salaris. En dat is eigenlijk een beetje de norm die we hebben. Een goed, modern pensioen is 70%. Nou, hier zit hij erboven. En als Gerda een paar jaar later ook haar eigen AOW krijgt, dan hebben ze samen 38.300. Ja, meer dan 95% van de laatstgenoten salaris. En als je dan naar AOW-ingang netto gaat kijken, omdat dan geen premie volksverzekering, premie voor de AOW meer betaald wordt, gaan ze erop vooruit. Netto vergeleken met... En dan hoor je wel eens een keer, we hebben het beter dan voor ons pensioen. Maar dit zijn echt uitzonderingen. Nu gaan we het eens veranderen. Nu krijgt Jan een aanvullend pensioen van 10.000 euro. De helft. Kijk, en dan ziet het plaatje er al anders uit. Hè? Dan zien we dat hij op 19.000 uitkomt. Dat is minder dan 50%. Gelukkig, als de AOW van Gerda straks erbij komt, komt het uit op 28.000. Rond de 70%. Maar kun je natuurlijk afvragen, is dit hier nou zo erg, hè? Want hier hebben we die hypotheek er niet bijgenomen. En het is al een paar keer genoemd, hè? De jongeren, ja, in dit voorbeeld misschien, als de hypotheek is afgelost en de jongeren moeten die hypotheek aflossen, straks minder lasten. Communicerende vaten. En ik durf er echt waar, de wetgever heeft het vorig jaar ingevoerd, hè, dus verplicht annuitair aflossen. En die pensioenversobering en de wetgever die heeft daar niet over nagedacht dat er in feite communicerende vaten zijn. Mijn kinderen bouwen minder pensioen op, maar ze moeten ook de hypotheek aflossen. Minder lasten. Ja, communicerende vaten niet helemaal. En dat geldt alleen voor de huiseigenaren natuurlijk, niet voor de huurders. Maar ik durf daar echt wel heel mijn wijnkelder onder te verwedden dat de wetgever daar verder niet over heeft nagedacht. Dat dit een toevalstreffer is. Maar het zijn wel communicerende vaten. Ik krijg het signaal dat ik nog 10 minuten heb. Nou, wat kan ik allemaal kiezen? Want dat is leuk natuurlijk. Hè? En ik moet u eerlijk zeggen, in de voorbereiding naar vandaag, ik weet natuurlijk welke keuzemogelijkheden dat er allemaal zijn. Ja, daar geef je college over enzovoort. Maar als je goed gaat kijken, daar hebben ze allemaal op een rij gezet. Nee, bijna allemaal op een rij gezet. Nou ja, het is oneindig welke keuze je kunt maken als aspirant gepensioneerden. Hè? Heb ik het er even over mensen die pensioen aan kunnen raken, hè? Pensioen in zicht hebben. Hè? Al op een... Misschien bij het bedrijf al op een PIS-cursus geweest zijn. Pensioen in zicht. PIS-cursus. Welke dingen kun je nou kiezen? Je kunt het pensioenfonds vragen om je pensioen eerder in te laten gaan. Laat je pensioen eerder ingaan, ja, dan wordt het minder natuurlijk. En in feite, alles wat er hier staat, alles wat ik zo dadelijk laat zien, gaat erom dat je jouw pensioenpot, die er is, gewoon op een andere manier opeet. In een ander tempo, in een andere variatie. Dat is het enige. Maar ik wil laten zien welke sturingsmogelijkheden dat je zelf allemaal hebt. Je kunt zeggen, nou, ik laat er 2 jaar eerder ingaan. Ja, dan wordt het minder. Ik zal ze dadelijk een voorbeeld geven. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar als ik er eerder in laat gaan, dan heb ik nog geen AOW. Want als ik pensioen op 63 in laat gaan, en mijn AOW gaat op 66, ja, mis ik 3 jaar. Kun je vragen om uit die pensioenpot die AOW te overbruggen. Tijdelijk een beetje hoger. Kan. U hebt gewoon dat wettelijk recht om dat te doen. U kunt ook zeggen, ja, maar ik wil vervroegen en AOW-overbrugging. En als u zegt, nou ja, laat maar gewoon op 65, op 67-jarige leeftijd ingaan. Laten we zeggen, de reglementaire datum nu 67. Zeg van, ja, maar die eerste jaren wil ik toch nog wat meer reizen of heb ik meer uitgaven.
kun je zeggen, ik wil een zogenaamde hooglaagconstructie. De eerste jaren wat hoger en de latere jaren wat minder. Kan. Ik zal dadelijk ook een voorbeeld geven. Overbrugging en hooglaag. En u kunt zeggen, en daar wil ik ze dadelijk even wat verder op ingaan. Ouderdomspensioen ruilen tegen een partnerpensioen. Het blijkt dat... Nee, er zijn pensioenregelingen die alleen een partnerpensioen uitkeren als u tijdens de actieve dienst komt te overlijden. Als u na pensionering komt te overlijden, geen partnerpensioen. Waar kunt u dat zien? Op uw UPO staat als u overlijdt voor pensioendatum, na pensioendatum. Als er bij overlijden na pensioendatum streepje, streepje, streepje staat, dan is het niet goed. En als u dan een partner hebt en als u er veel om geeft en ze niet voor verrassingen wilt laten staan, zegt u van, weet je wat, een stukje van mijn ouderdomspensioen, ruil dat om tegen een partnerpensioen. Of als u zegt van, ja, laat ik ze verrassen als ik dood ben. Dat zou ik niet doen. Ik zal u uitleggen, dat kan ook niet, maar goed, dat zal ik doen. Nou, of partnerpensioen, als u geen partner hebt, maar er is wel gespaard voor uw partnerpensioen, kunt u dat ruilen tegen een ouderdomspensioen. Nou, AOW-overbrugging. Simpel voorbeeldje. Mijn pensioen gaat in op 65. En ik zeg, ik laat mijn pensioen op 63-jarige leeftijd ingaan. En ik wil die AOW overbruggen. Twee keer 18.000 euro. Mag je maximaal uit die pot halen. Dan daalt uw levenslang ouderdomspensioen, wat laten we zeggen 25.000 euro zou zijn, daalt naar 22.700. Dus levenslang krijgt u 22.700, krijgt u minder. Dus u krijgt, maar in plaats daarvan krijgt u twee keer 18.000 AOW-overbrugging. Ja, dat is de uitruil die je moet maken dan. En dit zijn allemaal ongeveer cijfers, wat afgerond. En elk pensioenfonds zal het iets anders uitrekenen. Nu eens even, als ik 65-jarige leeftijd pensioendatum heb en ik laat het 2 jaar eerder ingaan. Mijn ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd zou zijn 25.000, partnerpensioen 17.500 en ik laat het 2 jaar eerder ingaan. Ja, ik kan 2 jaar korte premie betalen, 2 jaar lange uitkering. Dan wordt dat ongeveer levenslang in plaats van 25.000, 22.000. En uw partnerpensioen wordt dus ook lager. Ja, kwestie van uitruil. Zult u zeggen, nou valt mee. Maar u moet zich ook realiseren dat u nog geen AOW-uitkering krijgt. Als u dat ook nog uit uw pot wilt halen, dan verandert dat ook allemaal nog. U kunt dat allemaal zelf uitrekenen. Ik zal u dadelijk laten zien waar. Dat ruilen. Partnerpensioen ruilen voor een ouderdomspensioen. Als u zegt, ja, ik heb een partnerpensioen als ik kom te overlijden na 65 of na pensioeningang, maar mijn partner heeft het helemaal niet nodig. Die heeft een eigen pensioen. Die heeft het helemaal niet nodig. Nou, dan kun je het potje wat er staat, als er is gespaard voor uw partnerpensioen, dan kunt u dus ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. En dan ziet u ineens dat het ouderdomspensioen van 25.000 in één keer naar 31.000 gaat. Maar als u dan komt te overlijden, geen partnerpensioen meer. Dat is een kwestie van uiteren. En ik moet zeggen, dat verraste ons toch wel dat dat toch zo'n impact. Geen partnerpensioen. Nou, als u zegt, mijn pensioenregeling kent geen partnerpensioen als ik na pensioendatum kom te overlijden, dus geen partnerpensioen, dan kunt u zeggen, nou weet je wat, ik ga een stukje van mijn ouderdomspensioen inruilen en dan gaat mijn ouderdomspensioen van 25.000 naar 19.000. En als u dat samen met uw partner zit te bespreken, dan kunt u kijken hoe ver dat de liefde natuurlijk gaat. Zo van, ja, heb je dat voor over? Ja, want het is, dus dat daalt allemaal. Lager ouderdomspensioen. Nou, ik heb hier nog even hoog-laag, de eerste jaren wat meer en de latere jaren wat minder. Dan mag in de verhouding 100 staat tot 75, dat is in de wetgeving neergelegd. Dan een levenslang ouderdomspensioen van 25.000, kunt u zeggen, nou, ik wil de eerste 5 jaar meer. Want ik wil naar de kinderen in Australië, of ik wil een wereldreis maken, eerste jaren 30.300. Je kunt ook zeggen, nou, pik binnen, het is winter, ik heb het alvast binnen. Ja, je weet niet wat er later gebeurt. Nou, en daarna krijg je levenslang 22.700. Dus je ruilt eigenlijk 5 keer, je krijgt 5 keer 5.300 en levenslang krijg je 2.300 minder. Dat is de uitruil. Nogmaals, zijn afgeronde cijfers. Elk pensioenfonds heeft wat andere methodes. Maar goed, tot slot. Als ervaringsdeskundige, ik zou zeggen, als u met pensioen of met deeltijdpensioen gaat, of langzaam met pensioen wil gaan,
Wacht daar niet te lang mee met erover na te denken. Begin daar tijdig mee. En niet denken, oh, ik ga volgend maand met pensioen. Ik ga mijn spullen maar eens aanvragen. Nou, vergeet het maar. Ik ben zelf begin van het jaar eens een keer gaan bellen. Ja, ik wil een pensioen in laten gaan. En ja, moet je toch wel 4 maanden van tevoren aanvragen, want dan moeten we allemaal uitrekenen. Ja, dat is allemaal niet zo moeilijk. Ja, en ik zal eerlijk zeggen, al mijn spullen ingediend bij 2 pensioenuitvoerders. En ik zat maar te wachten in augustus. En er kwam er niks. En dan ga je bellen. Ze waren al mijn spullen kwijt. Ja, dus ik zou zeggen, ja, zit daar bovenop, waarmee ik me aan wil. Ja, ik heb dikke pech gehad natuurlijk. Maar zit daar zelf bovenop. Pensioen, het is een haalproduct. U moet het zelf halen en u moet dat zelf gaan rekenen natuurlijk. U moet niet elke dag aan de telefoon hangen en zeggen van, als ik nou eens een jaar reden erin laat gaan, of als ik eens, nee, dat moet u zelf allemaal doen. Kunt u zelf doen. Tijdig, pensioenplanning. Ga ook kijken, wat zijn de maandelijkse uitgaven eigenlijk? Wat zijn de vaste lasten? Ja, ook de jaarlasten die ik heb, per maand verdelen zo. Hè. Michael heeft er al een mooi tool voor gegeven. Hè. En ja, wat kunt u verwachten? Wat krijgt u nu eigenlijk? En wanneer krijgt u het? Want bij pensioen, als we hier voor het publiek pensioen-EHBO doen met studenten, dan zeggen de mensen maar één ding. Ik wil maar één ding weten. Wat krijg ik en wanneer krijg ik het? Eigenlijk heel simpel. Nou, dat kunt u zien in mijnpensioenoverzicht.nl. En als u dan wilt gaan rekenen, vervroegen, verlaten, weet ik veel allemaal, ga dus naar de site checkmijnpensioen.nl. En ik moet echt zeggen, doe het eens een keer. Ga samen eens achter die pc zitten. Op een zaterdagavond, het is berengezellig. Ja, echt, echt waar, pensioen is toch leuk? Het is hartstikke leuk. En als je nou eens een halfjaartje doorwerkt en je vrouw zal zeggen, werk ik nog 3 jaar door? Ja, dan kun je ze wat onderhandelen, hè? Goed. Ja, het wordt steeds meer natuurlijk als je langer doorwerkt. Nou, wordt onderhandelen. Maar kijk eens naar die sites en er zijn mogelijkheden genoeg om dat zelf allemaal te doen. En de vraag, sluit dan uw AOW en pensioen op elkaar aan? Nee, dat kun je op elkaar aan laten sluiten. Dan moet je gaan zitten schuiven wat. Is je partner jonger, heeft zijn eigen pensioen, ja, kun je uitruilen. Dat is een van de belangrijkste dingen, dat partnerpensioen uitruilen. Of het ouderdomspensioen uitruilen voor het partnerpensioen. We hebben onderzoek gedaan naar de kennis bij mensen, bij deelnemers in de pensioenregeling, van of ze weten of ze een partnerpensioen hebben. En wat blijkt dan? 70% van de deelnemers in de pensioenregeling weten, ja, we hebben een partnerpensioen. Oh, daarbij al een heel eind, hè? Bij een hele goeie. En vervolgens de volgende vraag van, hoe is uw partnerpensioen geregeld? Krijgt u ook partnerpensioen na pensioen? Of alleen als u tijdens actieve dienst komt te overlijden? En dat wist bijna niemand. En dat is natuurlijk dramatisch. Want moet u zich goed voorstellen, als u net als in dit voorbeeld, hè, 6.000 euro ouderdomspensioen moet missen voor een partnerpensioen nog te regelen. Ja, dat en de, nou goed. Ik zou zeggen, begin er tijdig aan en ik zou zeggen, pensioen is leuk. En langs de andere kant een beetje doorwerken kan ook geen kwaad. Want werken is leuk, pensioen is leuk, allebei is leuk. Dank u wel. Tot slot, want ik kijk naar de klok, we moeten ook afronden, maar ik heb nog één verzoek aan jullie, want de staatssecretaris is begonnen en zij heeft gezegd, ik ben heel benieuwd naar het verslag uit het Brabants Dagblad, de andere opmerkingen die zijn gemaakt. En stel, want de camera die staat er, dus misschien moeten jullie dan daar nog even gaan staan. Ja. Net als Hans Wiegel dat vroeger wel eens deed, hè, dan keek je recht in de camera en mevrouw Kleinsma kijkt, ze luistert. Kort en krachtig, wat zouden jullie mevrouw Kleinsma tot slot van deze avond nog willen meegeven? Beste mevrouw Kleinsma, wat ik u graag mee zou willen geven is een van de punten die redelijk recent nog aan de orde kwam in dit debat. Dat is namelijk serieus onderzoek doen naar het aanbrengen van differentiatie in de indexatie. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar wat we nu doen is slapers en gepensioneerden, hoe oud ze zijn, hoeveel ze verdienen, et cetera. Ze krijgen allemaal dezelfde indexatie, maar ik denk dat we ons geld beter kunnen gebruiken en nuttiger kunnen inzetten door daar veel meer differentiatie in aan te brengen. Verdien je wat minder, heb je de indexatie wat minder nodig. We kunnen namelijk de europensioen maar 1 keer uitgeven. Nou ja, dan krijg je wat minder indexatie. Ben je jonger, dan krijg je wat meer. En als je eenmaal 85 bent, iemand zei het al, dan heb je het gewoon niet meer nodig. Dus laten we er dan gewoon maar mee stoppen. Kijk, dat is boodschap 1. Wie mag ik als tweede het woord geven? Beste Jetta. Kijk, we waren aan het tutoyeren vanavond, ja. Verschil moeten zijn. Nu we toch met het hele pensioenstelsel aan de gang gaan, zou ik dringend willen adviseren om ook eens aan tafel te gaan zitten met staatssecretaris Wiebes. Die gaat over de fiscale regelingen rondom pensioenen.
Want als we nu goed kijken, dan hebben we voor bijna elke bevolkingsgroep in Nederland, voor ZZP'ers, voor werknemers, voor directeur grote aandeelhouders, voor zelfstandige beroepen, allemaal verschillende pensioenregelingen, allemaal verschillende fiscale kaders. Neem nu deze gelegenheid te baat om niet alleen het advies van Bastiaan op te volgen, maar vervolgens ook nog eens een keer om één uniform pensioenkader te maken. Voor iedereen gelijke kansen, iedereen evenveel. Prachtig, dankjewel. Tot slot, Michael. Nou ja, beste mevrouw Kleinsma, allereerst hartstikke goed dat u die nationale pensioendialoog bent gestart. He, dat mensen zich ook kunnen uitspreken wat ze willen voor de toekomst. En dat zal voor iedereen anders zijn. Maar ik wil het toch even persoonlijk afsluiten, want net voor de zomer zou u zelf een wat onhandige uitspraak gedaan over de moestuin. Maar ik ben u daar toch eigenlijk wel een beetje dankbaar voor. Want daarmee heeft u eigenlijk wel het gezond en gevarieerd pensioneren op de kaart gezet. Het voorbeeld was misschien wat ongelukkig, maar de boodschap is wel, kijk wat breder naar je pensioen, naar je toekomstvoorziening voor later. Dank u wel. Dank jullie wel. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Dank voor jullie bijdrage aan deze avond. Dank jullie wel.